In haar reeks van onderzoekingen heeft de Consumentenbond zich in de afgelopen tijd op de kinderwagens gestort. En daarbij is geen enkel detail aan de aandacht ontsnapt. 10 merken werden beoordeeld op hun merites. Zo werd de werking van de rem gecontroleerd door de wagens op steeds steilere hellingen te zetten. Waarbij bleek dat sommige uiteindelijk aan de rol gingen en andere kiepten. Geadviseerd wordt dan ook op flinke hellingen een steen tegen de achterwielen te plaatsen. Vastgesteld werd dat het onverstandig is om een zware boodschappentas aan het voeteneind of de duwstang te hangen. Daarvoor moet het onderstel worden gebruikt. Bij sommige wagens kan de inklapbare duwstang een zittend kind verwonden. Viering en stevigheid van de wagens werden nagegaan op een rollenbank, waarbij in korte tijd duizenden malen stoep op, stoep af geïmiteerd werd. Bij het onderzoek dat in Duitsland werd verricht, werden de wagens ook getest op roestbestendigheid. Want ze worden nu eenmaal het hele jaar door gebruikt en moeten dus regen en sneeuw en ook pekel goed kunnen verdragen. Over het algemeen hielden ze zich allemaal uitstekend. Al verdient invetten in de winter wel aanbeveling. Ten slotte werd bij alle wagens op een heel rigoureuze manier vastgesteld dat ze wel tegen een stootje kunnen. Het verslag van het onderzoek is opgenomen in het februari-nummer van de Consumentengids.